En ik vind het heel bijzonder dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn. De Tilburgse gemeenteraad was gisteravond speciaal naar Udenhout gekomen om van gedachten te wisselen met direct betrokkenen. Want dat is wel duidelijk, de nieuwe woonwijk kent voor- en tegenstanders. Zeker voor. Tegen? Ik ben voorstander. Nou, het is al een lange wens voor de Udenhouters om dat ook bijvoorbeeld hun kinderen in Udenhout kunnen blijven wonen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Wil een dorp ook op lange termijn bestaansrecht houden, dan moeten ook de jonge mensen daar kunnen wonen. En daarvoor zijn extra woningen echt heel hard nodig. En hier moet de nieuwe woonwijk Den Bogert komen. Tot grote frustratie van de tegenstanders. Nou, als je hier kijkt, je hebt hier dat bosje, dat wordt een parkje. Er zitten hier kampsalamanders in die sloot. Daarachter ligt een grote wal, er zitten dassen. Dit gebied zit vol met natuurwaarden. En dat gaat dan verdwijnen? Dat gaat verdwijnen. En dat is niet het enige bezwaar. Volgens de tegenstanders is er in Udenhout helemaal geen behoefte aan een nieuwe woonwijk met zo'n 400 woningen. Het plan is veel te groot. Er is een kleine specifieke doelgroep, misschien 20, 30 mensen. Nou, kies een plan waar je 50 woningen in dit dorp kunt realiseren. Klaar. Kun je jaren mee vooruit. Maar je hebt geen locatie nodig waar je 400 woningen gaat realiseren. Veel jongeren zijn het hier niet mee eens. Ze hebben behoefte aan een nieuwe wijk met betaalbare starterswoningen. Omdat ik als Udenhouter inderdaad graag in Udenhout wil blijven wonen. En heel veel jonge vrienden van mij die niet in Udenhout kunnen blijven wonen, vertrokken zijn uit Udenhout. Volgende week beslist de gemeenteraad van Tilburg over de toekomst van de nieuwe wijk.